terras is nog steeds Matthias Wittenbinder, bioloog bij onder andere Naturalis. En heeft heel veel dieren meegenomen die we zojuist hebben gezien. De ratelslang moest nog een naam hebben. En ik begrijp inmiddels, Matthias, dat de eigenaar van de ratelslang akkoord is met de naam Jorien. Ja, ik heb even kort gesloten met Roel. En Roel vindt het helemaal top. Top. Nou, dat vind ik leuk. Voel me nu vereerd. En nu is toch op het moment aangebroken dat ook ik een dier mag gaan vasthouden. En dat wordt de vogelspin, hè? Ja, dit is Olivia. En dit is een hele mooie Mexicaanse roodknie vogelspin. En Olivia was de hele tijd ontzettend rustig. En zat in een hoekje van de bak een beetje voor zich uit te kijken. Mm-hmm. En nu wordt ze wat actiever. Oh. Waarschijnlijk door de warmte van mijn hand en de warmte van de lampen. Maar het is ontzettend lieverd. Dus ze gaat sowieso niet bijten. Dus gewoon, Okay. Het is een beetje mijn nachtmerrie dat ze zeg maar mijn mouw inkruipt. Oh ja, oké. Okay. Dan moet je je mouwen... Nou, je hebt ja, ik heb korte mouwen. Hoog. Kom maar goed. Ja, dus voordat ze daar is, heb jij dan al weggegrepen, toch? Als ze die kant op gaat. Ja, oké, okay, dan loop ik nu naar je toe. Ja. Of jij, misschien kun je beter bij mij komen. Dan kan ik een beetje bij de microfoon in de buurt blijven. Rustig lopen. En dan maak ik kennis met Olivia. Ze ziet er heel... Het is echt een hele grote spin. Wat is de diameter ongeveer van deze spin? Ja, dit is al ongeveer zo groot. Ze kunnen soms nog ietsje groter. Ja, ze heeft dat niet helemaal gezegd. Kom maar. Maar een centimetertje of 10, 12 is wel de grootte die ze kunnen worden. Hij is zwart met wat bruine accenten. Ja, dus dat zijn de rode knieën. Vandaar de knieën. Dus de naam roodknie vogelspin. Oh, maar nu blijft ze heel rustig zitten. Ja, nu is ze is misschien een beetje aan het wennen aan je. Maar wat is nu de kop? Dat is hier die vooraan? Ja, dus je hebt vooraan de kop. Dan heb je bovenop twee hele kleine soort van kraal-ogerige puntjes. Dat zijn de ogen. En daarvoor zie je twee grote giftanden. En daar kan ze mee bijten. Maar dat doet ze eigenlijk nooit. Nou, ze gaat nu weer heel rustig terug naar jou. Ja. Ja, ze vindt het... Wil je hem nog even? Nou, ik ben helemaal blij zo. Okay, ik heb dit gedaan. Ik vond het niet eng, maar het was voldoende. Ik heb geconnect met Olivia, inderdaad. 3FM.